Badplaatsen heb je genoeg in Zeeland, maar een echte stad met een badstrand, dat vind je alleen hier in Vlissingen. En een beetje badplaats had ooit een pier. En die van Vlissingen lag hier, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het was dus een echte pier, hè, Peter van Drunen? Ja, er was een hele echte pier die hier de zee in liep. Die er ook uitzag als wat je nu nog in Scheveningen ziet, die pier. Was eigenlijk een beetje hetzelfde. En het was 150 meter liep die de zee in. En aan het eind was een enorm achthoekig restaurant waar je ook nog kon dansen. Was een dansvloer en een toneel. Ja, de mensen, als ze daar gingen wandelen, konden ze dus een kleine 300 meter wandelen. Op het gemakkie, met zeezicht. En dan zagen ze eigenlijk wat je nu ook ziet. Die schepen die voeren voorbij op nog geen 100 meter afstand. En die kon je bijna aanraken. In Scheveningen was die pier er al in 1901. En Vlissingen was al jaren daarvoor al een belangrijke toeristenstad. Maar Vlissingen was ook nog steeds een arme stad. Dus er was weinig geld vanuit de gemeente om zo'n pier te bouwen. En toen kwam er een burgemeester, meneer Van Woelderen. En die had eigenlijk drie grote pijlers voor de stad, voor de economische groei. En een daarvan was industrie. En een van de andere was toerisme op laten bloeien door middel van investeringen. Dus er werd een vliegveld aangelegd, de spoorlijn werd verbeterd, de wegen, er werden hotels gebouwd, de boulevard werd verbeterd. En nou, het sluitstuk eigenlijk daarop was de pier. In 1936 werd die opgeleverd. Ja, en vanaf dat moment was het feest, totdat de Tweede Wereldoorlog begon. Toen werd die weer afgebroken door de Duitsers. De boulevard was onderdeel van de verdedigingslinie van de Duitsers, de Atlantiekwal. En ja, zo'n pier was een gevaarlijk ding voor een verdedigingslinie, want er kon van alles mee en op gebeuren, dus die moest weg. Ja, dat was het einde van de pier. Dat was het einde van de pier. En bijna alle Vlissingers zeggen dat we willen dat ding terug. Alleen ja, er ontbreekt geld, investeringen. Maar ook vanwege waterstaat, het is ook natuurlijk een belangrijk punt in de delta werken. Bovendien hebben we hier regelmatig dat de schepen vastlopen op het strand. Dus je moet er niet aan denken dat je net zo'n nieuwe pier hebt en er loopt zo'n schip op vast. Dus dat zijn allemaal overwegingen, maar wat mij betreft, toch maar doen.